Hoe moeilijk is het om elk jaar jezelf weer te verbeteren? Ja, misschien wel moeilijk, maar het is vooral een hele leuke uitdaging. Ik wil graag elk jaar mezelf verbeteren, elk jaar winnen. Mijn schaatsen is mijn passie en daarin wil ik graag het beste uit mezelf halen en heel graag veel winnen. Dan liefst elk jaar een stapje beter. Ja. Je weet het misschien nu nog niet, want je hebt straks het OKT waar je moet pieken en daarna de spelen zelf. Maar heb je al het idee dat je toch weer jezelf aan het verbeteren bent dit seizoen? Ja, nou, in de zomer zijn er wel resultaten, testjes die beter zijn gegaan dan het jaar daarvoor weer. Dus vorig jaar natuurlijk een heel goed jaar. Heel veel vertrouwen uitgekomen. Dus ja, dat biedt vertrouwen. Uiteindelijk, wat je net zegt, de wedstrijden zullen het uitwijzen. Maar als je een goede zomer hebt gedraaid en met veel vertrouwen, dan sta je er wel met 1-0 voor. Want jezelf overtreffen op de Olympische Spelen is, gezien je prestaties van 4 jaar geleden, 5 medailles, is natuurlijk nogal lastig. Is het überhaupt realistisch om dat te kunnen verwachten van jou? Nou ja, als ik thuis kom met 3 keer gehad, 1500, 3 en ploegen, dan doe ik het al super, dan doe ik het beter dan in Sochi. Dat is wel het doel. Is het realistisch, is het haalbaar? Vorig jaar had ik 2 keer goud en 1 keer zilver, dus ja, waarom niet? 3 gouden medailles, dat is het doel. Ja, daar ga ik wel voor. Ja, dan weet je automatisch ook dat een realistisch doel is. Welke onderdelen of afstanden ga je dan voor? Welke 3 gouden medailles verwacht je dan? 1500 meter, 3 kilometer en ploegachtervolging. En dan eventueel nog een 1000 of een 5000, die pik je er even bij, zeg maar. Nou ja, als ik goed in vorm ben, dan ga ik die ook rijden op het OKT. En mocht ik me dan plaatsen, dan ga ik natuurlijk voor medaille op die afstanden. Nou, heeft je team net bekendgemaakt ermee op te houden na dit seizoen. In hoeverre speelt dat nou nog een rol in zo'n seizoen als dit? Eigenlijk geen. Ik bedoel, de focus ligt volledig op de Spelen. En ik heb natuurlijk 4 jaar geleden, wist ik al, dat TVM zou stoppen na Sochi. Heeft ook weinig invloed gehad op het seizoen. Dus ja, ik ga ervan uit dat dat nu weer zo zou zijn. Ik bedoel, ik ben volledig met schaatsen bezig en met de Spelen. En hoe de toekomst er dan in maart, april uitziet, dat zien we dan wel. Ja, want na de Spelen, je bent er al voor jezelf uit hoe lang je daar nog doorgaat? Ja, ik wil dan sowieso nog 2 jaar doorschaatsen. Je weet al zeker dat het de laatste Spelen zijn? Ja. Het moet heel gek lopen, wil het niet mijn laatste Spelen worden. Een kleine slag om arm? Nee, ja, dat maakt Rutger Max soms wel eens die grap van, nou wist ik, moet het nog wel zien. Maar ik ben al uit dat mijn laatste Spelen zijn.